Van het helpen van Suriname met voedselpakketten tot een speciale COVID-comedy-show in het Surinaams. Ook voor de zomer heeft hij grootste plannen op kleine schaal. Roué, ja. Je gaat dus meer Surinaamse comedy maken. Waarom is dat? Ik heb drie volledig Surinaams gesproken stand-up comedy shows gemaakt de afgelopen 7 jaar. Dus om de 3 jaar maak ik een show speciaal alleen in het Surinaams, over Surinaamse dingen, Surinaamse grappen. Maar goed, nu was er COVID, je mocht niks doen. En nu mag je weer voor 30 man. En dat viel samen met dat er in Suriname in 1 keer, we hadden heel lang 0 gevallen van COVID. Na de afgelopen 3 weken ineens nu 300 zoveel gevallen. En 10 doden hadden we heel lang niet. En dat ging gepaard met dat er gezinnen waren, heel veel gezinnen waren die geen eten meer hebben. Omdat we hebben in Suriname een hele grote informele sector. En die hadden het al moeilijk als er geen corona is. En als er nu een lockdown is en winkels zijn dicht en alles, dan zijn die de eerste die gewoon echt letterlijk geen eten hebben. En dat hebben we eigenlijk in Suriname nooit gekend. En informeel is bijvoorbeeld, je maakt bij iemand schoon, maar nu is iemand thuis, die maakt zelf schoon. Of iemand heeft de auto en die gaat gewoon elke dag taxi rijden, gewoon door de stad. En iemand houdt hem aan en hij rijdt 3, 4, 5 ritten. Heeft hij genoeg geld om op de terugweg naar huis te stoppen bij een supermarkt. En dat geld direct uit te geven aan eten voor zijn gezin. Ja. En dat ging goed. Totdat we ook nog nooit de pandemie gehad. Ja. En nu is die sector dus helemaal weggevallen. En ik heb toen besloten, ik steunde Suriname op welke manier dan ook altijd al. Mm-hmm. Alleen nu dacht ik, ik ga echt publiekelijk, omdat het echt we hebben veel geld nodig voor die mensen. En ik heb vrienden daar, die zijn een burgeractie begonnen. En die brengen dus pakketten naar gezinnen. Die hebben ze met particuliere bedrijven afgesproken. Jij levert inkoopprijs. En toen heb ik een fundme gestart. Maar toen dacht ik, ik ga shows doen voor 30 man in het Surinaams. Dus eigenlijk een tussenshow. Want de vorige was vorig jaar. En normaal doe ik om de 3 jaar. Ja. Alleen nu is er zoveel gebeurd. Ook weer politiek, verkiezingen in Suriname, alles. Waar ik genoeg materiaal weer heb. Alleen, ik deel met Suriname. Zo heet het. De komende maanden ga ik alles wat ik verdien, op welke manier dan ook, delen met Suriname. Dus vroeger werkte ik voor mezelf, mijn gezin, de Nederlandse Belastingdienst. Dat was hem. Alleen alles wat ik nu verdien is voor mij, mijn gezin, de Nederlandse Belastingdienst en Suriname. Alleen de enige die inleveren zijn ik, mijn gezin en Suriname. De Belastingdienst houdt zijn eigen percentage. Die heeft niet gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Hè? Nee. Maar dus dat, alles wat ik ga verdienen ga ik delen met Suriname. En toen dacht ik, ik maak een Surinaams gesproken show, een nieuwe. En dan ga ik voor 30 man hier en daar spelen. Want die oude show die je eerder hebt opgenomen, die overigens heel grappig is, vind ik, die wordt aanstaande woensdag uitgezonden bij Katie Coltier. Het vieren van de afschaffing van de slavernij. Maar ik las dat die met ondertiteling wordt uitgezonden. Ja, dit is de eerste die ik heb gedaan. In 2013 heb ik hem 11 of 12 keer in grote zalen in het land gespeeld. En ik heb hem geëindigd in Carré. Alleen, het is in het Surinaams. En heel veel mensen vroegen altijd, maar kan het niet eens ondertiteld worden? En heel lang heb ik gezegd, nee, het kan niet. Want er zijn bijvoorbeeld een paar straatnamen, dat als ik die al noem, dat mensen al beginnen te lachen. Dus ook al ondertitel ik. Er is bijvoorbeeld, in die show heb ik een voorbeeld over hoe wij afscheid nemen bij begrafenissen. En hoe Nederlanders dat doen, dat is altijd een beetje rustig. En wij gaan met veel zang en alles. En dan begin ik een lied te zingen. En de hele zaal zingt hem direct mee en gaat dood. Nou, dood. Ja. En begint keihard te lachen. Ja. Het kan zijn dat je kijkt en denkt, maar wat is zo grappig aan dit lied? Maar dat is omdat je het weet, je bent ermee opgegroeid. Dus er zijn een paar dingen die... we hebben het vertaald. Ik heb er zelf bij gezeten. Ik wilde hem zelf vertalen, omdat ik mijn grap zo goed mogelijk wil overbrengen. Maar er zullen momenten zijn als je kijkt dat je denkt, ik snap hem nog steeds niet helemaal. Sommige delen hoef je echt absoluut niet te vertalen, want die begrijpen we zo wel. En die leggen toch de verschillen tussen Surinaams en Nederland echt feilloos bloot. Wij zijn de enige ter wereld die dit kunnen. De enige ter wereld. Toma maar. Allemaal. Niemand stelt vragen. Niemand stelt vragen. Probeer het bij Nederlanders. Hyper de piep. Hoezo is er niemand jarige? Ik zie geen taart in de kantine. Probeer het. Rij een keer langs een drukke bushalte. In Amsterdam-Oost. 10 strana man, de man is op deze revie. De reepse rij, Sakaram, de Barinees. Piep, 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 piep. Is je de Mahoure?
Dan zagen wij dus dat je in de afgelopen coronaperiode in Suriname een geduchte concurrent gekregen hebt. Namelijk in de vorm van luitenant-kolonel Danielle Vera. Zij ging van de Nationale Veiligheid, gaat ze over van Suriname. Zij ging 2 keer viral. Laten we eerst even kijken wat ze zei over een tequila party. Er is een tequila party. Mensen, zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zal niet zeggen doe het, doe het. Je wil zien wat er gaat gebeuren? Doe het. Dan moesten wij hier heel erg op lachen. Maar is dit grappig bedoeld? Dit is niet grappig bedoeld. Dat is het grappige. Ja, nee. Voor ons. Omdat, ja. Ja, voor, maar dit is de Surinaamse moeder die opvoedt. Surinaamse moeders, dit is niet nieuw. Nee. Dit deed mijn moeder ook. En dan Surinaamse moeders die dreigen meteen in de waarschuwing. Dus bijvoorbeeld, blijf zitten. Blijf zitten. Doe. Blijf zitten. Kom thuis met de onvoldoende. Kom thuis, hoor, met de onvoldoende. Dus dan denk je, moet ik het nou doen of niet? Wat? Snap je? Dus, en mijn vrouw, mijn zoons, die weten niet beter dan mijn moeder zegt, ga zo door. Doe, rustig. Ik ga nu douchen. Als ik terugkom, zorg dat het niet opgeruimd is. Zorg dat het is verwarrend. Ja. Maar het werkt wel. Het werkt wel. Ze heeft nog een hele leuke. Ja. Die gaat over seksshops. Behoren adult shop ook tot essentiële diensten? Adult shops. Adult shop, essentiële dienst. Adult shops zijn geen essentiële diensten. Help jezelf. Kijk, weet je wat ik leuk vind? Het zijn ook van die orders. Ja, maar, ja. Ja. Maar wat ik leuk vind is als je Mark Rutte ziet bij die persconferentie, heel netjes en hij praat nou, niet en alleen krijgt die vragen Rutte, en dan krijgt hij heel antwoord en zo. Nou, daar is duidelijke taal. Het volk snapt het. Ja. Doe het. Doe het, we gaan je oppakken. Van Nieuwhuis, dat is wat u moet zeggen. Neem die trein als antwoord. Ja. Kom je vol met drank, ren naar de trein, doe het. Nou, maar dan zeg ik ter verdediging van onze aanpak, dat wij gewoon toch ook wel zien dat verreweg de meerderheid van de Nederlanders zich wel heel goed aan alle... Nee, je kan er niet zomaar hier naartoe brengen. Nee, dat gaat niet. Dan nemen wij die trein als antwoord. Doe het, oké. Jullie kennen elkaar al heel lang, van Comedy Train ook. Onder andere, een bekend stand-up comedian café hier in de hoofdstad. Is dit onderwerp van een gesprek dat jullie een andere vorm van humor hebben die onbedoeld heel grappig is? Nou, als Roué en ik samen in Toemler spelen, dat was toevallig vorige week zo, dan vind ik het vooral ontzettend fijn dat wat we delen is op een podium staan en allemaal proberen grappig te zijn die avond. En dan hebben we het eigenlijk niet zozeer over of er nou verschil is in Surinaamse of Nederlandse humor. Dan zijn we toch echt allemaal een soort teamspelers. Het is een ander gesprek. We voeren het niet op dat soort avonden. Nee. Roué, je gaat deze zomer nog meer doen voor Suriname. Je gaat op pad. Ik heb gehoord met je zoon. Wat ga je doen? Ja, ik wil namelijk gebruik maken van de mogelijkheden die er nu zijn. Want ik heb 4 maanden geen geld verdiend. Ik heb geen enkele vorm van uitkering bewust aangevraagd. Omdat ik tegen mijn gezin zei, luister, wij kunnen dit hebben. We weten niet hoe lang het duurt, maar we kunnen het hebben. Ik heb het geluk gehad dat ik een buffer heb kunnen... Als ik uitkering aanvraag, zo werkt het in mijn hoofd, dan zijn er mensen die het misschien harder nodig hebben, die ik dan benadeel. De KLM. Zo zag ik het. Nee, ik zag het op echt gewoon mensen. Ja. Maar nu het kan, denk ik, ja, dan ga ik weer geld verdienen, weliswaar delen met Su, maar dan kan ik het verdienen. Dus heb ik dingen bedacht. Ik ga dus die Surinaamse show doen met voor 30 man, maar ik ga ook de komende zomer op diverse locaties een avond mensen verwennen. Een hele avond. Dus bijvoorbeeld... Ik ben heel benieuwd. Ja, je bent benieuwd, hè? Jullie komen met je hele gezin. Er is iets te vieren, een huwelijk en wat. Maar je denkt, nou, nu is het niet handig om een groot feest te geven. Dan ga je naar de website, die ik straks ga noemen. Dan ga je daarheen en dan bestel je voor jezelf een tafel of wat dan ook. En dan is er een 4-gangen diner. Het begint om 8 uur 's avonds en het duurt tot 12. Dus je bent 4 uurtjes lang aan het eten. En ik ben gastheer. Ik scheur de kaartjes, ik breng je naar je tafel. Ik help wijn inschenken, champagne. En je zoon kookt. Bedienen.
En nee, mijn zoon komt niet. Daar hebben we echt een chefkok voor, een echte chefkok. En, maar daartussen kom ik. Ik kondig de gerechten aan wat er gaat komen. Ik kom aan je tafel zitten, een beetje babbeltje maken. Ik ben de hele. Ik ben boa. Ik let erop dat er 1,5 meter is. Maar ik ben ook entertainer. Dus ik krijg ook een 40-minuut stand-up show op een gegeven moment. Maar je zoon kookt niet? Maar mijn zoon is DJ de hele avond. Ah, okay. Hij is DJ de hele avond. En dan kunnen we ook met de tafels dingen. Heeft u een request? Welk lied weer? En die doet dat lied. En, in ieder geval, we maken er een hele toffe avond van. En ook daarvan gaat een deel natuurlijk. Naar Suriname, heel goed. Maar eerst volgende woensdag is typisch Surinaams, waar we net een stukje van zagen, met ondertiteling te zien op NPO 3 om 10 uur. Ja. Yes. Maandag debatteert de Tweede Kamer over corona en de culturele sector. En daarom...